We hadden een plan en dat plan is niet gevolgd, lijkt het. Maar we kennen het plan niet en we mogen het plan niet zien. Dan geef ik het woord aan de heer Ontzicht. Ik heb trouwens even voor de heer Ontzicht nagevraagd waar de stukken zijn. Alle vertrouwelijke stukken liggen inmiddels bij het SIP ter inzage. De heer Ontzicht. Voorzitter, en dank daarvoor. Op dat punt zou ik ook willen vragen dat wij een openbare samenvatting gevraagd hadden. Want als Kamerlid mag ik niet uit vertrouwelijke stukken citeren. Ik mag er ook niet over spreken in de Kamer. Dus als ik nu ga kijken wat er in de draaiboeken staat, dan ben ik gehouden op straffen van uitsluiting van deze Kamer. Ik weet hoe het voelt om even weg te zijn, maar dat was niet de bedoeling. Om daar niks over te vragen. Ja. Dus ik vraag u met grote klem om die samenvatting hier te krijgen, want anders kunnen we er niks mee. Dank u wel. Op zich heeft u de vraag ook gesteld aan het begin van het debat, hè, als punt van orde, naar aanleiding van het verzoek van mevrouw Piri. Dus dat hebben we ook doorgeleid naar het kabinet. Dus ik ga ervan uit dat het kabinet daar ook nog op gaat reageren. Het woord is weer aan de heer Ontzicht. Ja, voorzitter, daar ga ik ook vanuit. Want dat wordt de kern van de inbreng. We hadden een plan en dat plan is niet gevolgd, lijkt het. Maar we kennen het plan niet en we mogen het plan niet zien. Dus ik zou graag de samenvatting zien van die draaiboeken, van het worst case scenario en wanneer dat veranderd is en wat daar de hoofdlijnen van waren. Ik hoef natuurlijk geen 06-nummers, niet de operationele precieze details die mensen in gevaar kunnen brengen. Voorzitter, ik ben enigszins verbaasd door het betoog van de heer Van Wijngaarden. Het lijkt erop dat wij hier een schoolreisje aan het plannen zijn en aan het kijken zijn wie er aan het eind van het schoolreisje toevallig nog in de speeltuin is achtergebleven. Maar dat is niet wat hier gebeurd is. Je kunt toch niet met droge ogen beweren dat we nu individueel gaan toetsen bij mensen die ondergedoken zijn, die met de familie gevlucht zijn naar een andere plek in Afghanistan, of zij eventueel in staat zouden zijn. En met een IND-toetsing waar je 6 keer vragen en antwoorden terugkrijgt en geautoriseerde en beëdigde vertalingen moet doen. Hoe wil de heer Van Wijngaarden op dit moment omgaan met mensen die in doodsnood in Afghanistan zitten? De heer Van Wijngaarden. Die zeggen, ik wil op die lijst komen. Ja. Moeten die door alle hoepeltjes springen die de heer Van Wijngaarden hier neerlegt? De heer Van Wijngaarden. Voorzitter, op de allereerste plaats verwijst de heer Ontzicht naar een hoepel waar ik zelf mede aan heb bijgedragen dat die hoepel in de prullenbak is gegaan. En dat zijn die officiële beëdigde vertalingen. De VVD is juist ervoor geweest om die af te schaffen, omdat dat totaal overbodig bleek te zijn om dat aan mensen te vragen. Er was een snellere manier voor om die manier tolken te helpen. Dat is één. Dan twee, dan heb ik gezegd, we moeten naar individuele omstandigheden moet zorgvuldig gekeken worden. Ja, ik snap dat dat moeilijk is. Dat snap ik ook. Maar het is niet onmogelijk. Het is ook gebeurd bij de mensen die al op evacuatielijsten stonden. En ik snap ook dat daar soms pragmatisch in gehandeld moet zijn geweest. Maar de heer Ontzicht noemt in zijn korte vraag, noemt hij al 2 hele essentiële individuele omstandigheden. Namelijk dat mensen ondergedoken zitten voor de Taliban en gevlucht zijn, op de vlucht zijn. Dat zijn al 2 belangrijke, dat is onderdeel dus van een individuele toets. Die maakt de heer Ontzicht hier dus zelf ook. En het hele probleem van de motie Belwa, en dat blijf ik gewoon de hele tijd herhalen, is dat de motie zegt, gewoon categoraal, iedereen die een keer kok is geweest of die een keer iets voor een missie heeft gemaakt, komt daarmee categoraal in aanmerking, niet alleen voor evacuatie, maar ook nog meteen hier voor asiel. En daar heb ik moeite mee. En ik ken juist de heer Ontzicht ook als een Kamerlid dat hecht aan zorgvuldigheid. Dus ik vind ook dat die zorgvuldigheid die hij zelf hier vaak ook bepleit, dat ook het kabinet die mag betrachten in het afhandelen van die verzoeken. Dank u wel. De heer Ontzicht. Voorzitter, voor 15 augustus was een toetsing heel relevant. Dan kon je gewoon toetsen of iemand op die vlucht mocht of niet. U zit hier een bureaucratisch monstrum op te tuigen. Als je mensen nu vraagt om die hele lijsten te doen. Want wat we hier aan het doen zijn, is het werk wat we de afgelopen 1,5 jaar gefaald hebben om te doen. Wat er in die evacuatieplannen en worst case scenario's stond. Dan moet je weten wie de weg moet. De Taliban heeft het hele land overgenomen. Het is een illusie om te denken dat je kunt bewijzen dat je ondergedoken bent. Want u en ik zijn het erover eens dat dat een voorwaarde zou kunnen zijn. Maar hoe gaat dat op en neer appen naar de IND, terwijl je niet eens weet of het appverkeer veilig is? Ja, ik zit ondergedoken op locatie A.
terwijl je niet weet of iemand mee kan luisteren. Terwijl de Taliban met alle biometrische gegevens die ze door het Amerikaanse lek al gehad hebben, je kunnen volgen waar je naartoe gaat. Ik weet niet in... Ik krijg visioenen van toeslagenouders die in een doolhof volledig verdwaald zijn 10 jaar lang en nergens naartoe kunnen. Denkt u dat op de manier die u hier uitlegt er een afgewogen oordeel kan zijn over wie dat moet komen? Of had dat er gewoon 5 maanden geleden moeten zijn? Net zoals de Fransen die in mei die afwegingen gemaakt hebben. In mei honderden mensen tegelijk hebben laten terugvliegen. Ja. Dat is waar we het hier vandaag over hebben. En we hebben het hier niet over de kaagbaan. Kom op. De heer Van Wijngaarden. Voorzitter, ik denk dat de vraag die de heer Omtzigt hier op tafel legt, die raakt aan de vraag van uitvoerbaarheid. En het is vandaag Prinsjesfestival, heet dat geloof ik. En ik wil ook op deze gelegenheid even te baat nemen om mijn oud-collega Bosman te feliciteren met een prijs die hij mag delen met oud-collega Chris van Dam. En collega Bosman heeft juist ook onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid van de wensen die wij hier als Kamer hebben. En ik denk juist dat we hier ook te maken hebben met een vraag van uitvoerbaarheid. Daar wijst de heer Omtzigt zelf ook op. Alleen zijn conclusie is dan een andere. Hij zegt, ja, het is moeilijk uitvoerbaar om individueel te toetsen op schrijnendheid en of er sprake is van acuut levensgevaar. Dus is dan maar de conclusie, ja, dan maar iedereen gewoon categoraal aanmerken. Ja, ik trek die conclusie niet. Tot slot de heer Omtzigt. Dat is een verdraaiing van mijn woorden en dat weet de heer. Oké, als het niet de bedoeling is. De bedoeling hier is het volgende. Al in maart vorig jaar komt bijvoorbeeld de groep medewerkers van de ambassade. Die komt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, kijk ik de minister van Buitenlandse Zaken aan. En die komen aan en die zeggen, wat is er nou voor ons geregeld? Op zo'n moment kun je een goede afweging maken. Kun je rustig tickets boeken? Kun je rustig mensen laten overkomen en kun je ook nog eens een keer een second opinion vragen van is het verstandig om deze groep wel te laten komen of niet te laten komen. Je neemt 2 maanden later een besluit en natuurlijk is er iemand die niet mee eens is, dat weet ik altijd wel. Maar het niet nemen van het besluit was zo ongeveer het allerdomste besluit dat genomen kon worden. En dat is waar we het vandaag over hebben. Niet dat we op een groep nog van mening verschillen, op of er iemand 2 stenen op elkaar gelegd heeft, dat is helemaal irrelevant. Relevant is dat dat 1 jaar geleden gedaan had moeten worden. Bent u het daarmee eens? De heer Van Wijngaarden. Ja, dat het... Kijk, dat van die 2 stenen, dat is misschien flauw hoor, maar... Ik ben het niet mee eens met wat u wordt gezegd dat dat niet relevant zou zijn, omdat dat juist wel het probleem is van de motie en de uitvoerbaarheid daarvan. Dat je daardoor ziet dat nu echt hele grote groepen daar proberen onder te vallen. Dus om nou te zeggen dat dat niet relevant is, dat is volgens mij wel precies de uitvoeringsvraag waar het kabinet nu ook zelf mee worstelt. Ik ben het eens met de heer Omtzigt als hij zegt, ja, geen besluit is ook een besluit, niks doen. En juist nu terugkijken, daarom zeg ik ook, vind ik ook echt dat we het kabinet daarop mogen uitdagen om ook nou eens te kijken van naar het eindpunt en het eindresultaat wat de Fransen ook hadden van hey, hoe zijn zij omgegaan met het evacueren van hun eigen staf? Hoe hebben zij dat aangepakt en waarom hebben ze dat aangepakt en welke lessen trekt het kabinet daaruit? Ik denk dat we op dat punt elkaar gewoon ook vinden. De heer Van Roon, PVV, en dan de heer Dassen. In het torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer Wilders. Ja. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. Wij zijn ambtsgenoten. Ben je blank, hetero en hoogopgeleid, moet je sowieso je bek houden.